Hoi, we zijn net met het gezin naar Euro Disney geweest en na 5, bijna 6 uur rijden kwamen we eindelijk aan, heerlijk in Euro Disney en konden we gewoon lekker van onze vakantie genieten. Hier zie je het paleis van Disneyland Parijs en het staat gewoon heel mooi in het midden. Ik vind het ook heel prachtig om naar te kijken. Je waant je dan gelijk in een andere wereld, hè, een fantasiewereld. En het leuke is dat je er ook echt in kan lopen, je kan er boven toe, je kan van alles bekijken. En mijn lievelings is natuurlijk de draak in de grot. Onder in het paleis, daar heb je gewoon een draak. En dat is heel leuk, heel spannend. Mijn twee zoontjes vinden het ook gewoon echt heel erg spannend om naar te kijken. Zolang de draak slaapt is het goed, maar als die wakker wordt, ja, dan is het gewoon rennen geblazen. Mijn man en ik maken dan ook leuke grapjes bij de draak, want je ziet daar bordjes liggen. En dan zeggen we ook, ja, dat waren dan kindjes die niet snel genoeg maakten dat ze wegkwamen. Dus huppakee, rennen maar! In dit filmpje laat ik je de eerste dag zien. Nou, de eerste dag slaan we Fantasyland vooral over, omdat we dan minder wachtrijtijden hebben tijdens de tweede dag. Vertel ik je een ander filmpje meer over. We gingen dus gelijk door naar Discoveryland. Hier zie je Autopia. Het is echt een hele leuke attractie voor kinderen, want ze kunnen gewoon lekker zelf rijden, zelf sturen, zelf gas geven. Dus dat is echt leuk, maar ook soms heel erg hilarisch en grappig. Deze attractie heeft normaal hele lange wachttijden. Vandaag hadden we geluk, we hoefden maar 20 minuten te wachten. Dus nou, hartstikke leuk, heel goed zo. Hier zie je It's a Small World. Wat hier bijzonder aan is, is dat om het uur dan gaan de deurtjes open, dan komen de poppen eruit, ze maken muziek en lopen lekker langs. En ik wilde dat mijn man dus hier het TikTok geluidje van de klok op zou nemen. Ja, en heel toevallig was het dus 9 uur en had hij dus alles opgenomen. Dus dat vond ik wel bijzonder en speciaal dat wij net op dat moment aan het filmen waren en dit er dan op kregen. Hier zie je It's a Small World van de binnenkant, dus als je met de bootjes naar binnen gaat. Wij vinden dit altijd heel erg leuk om te doen, omdat de wachttijd altijd heel kort is. Vaak is het gewoon eigenlijk doorlopen en kan je gelijk in het bootje stappen om te beginnen. Ik vind het een hele leuke attractie, lekker gezellig, allerlei poppetjes van alle landen over de hele wereld. Nou, mijn jongste zoontje van 6 vond het wat minder. Die zei tegen mij dat hij sprekende poppen en dansende poppen wel heel eng vond. Dus dit keer hebben we de attractie maar 1 keer gedaan. Normaal gesproken doen we het veel vaker omdat we het gewoon heel leuk vinden en het dus zo snel kan. Het park was nu in lentesfeer, dus het was heel leuk versierd met leuke mooie bloemetjes. En met bloemetjes hebben ze dan hele leuke beeldjes gemaakt. En je ziet overal in het park leuk versierde eieren. Ja, eieren van Mickey Mouse, van Stitch. Nou, dat vonden we heel erg leuk om te zien, dus daar heb ik ook leuke foto's van gemaakt. Ja, en dan komt natuurlijk de parade. En hier zie je dus eerst even twee zeer vrolijke mannen die echt helemaal in danssfeer zijn. Die genieten gewoon echt van wat ze hier aan het doen zijn. En ik vond ze eigenlijk nog een leukere attractie dan de parade zelf. Dus mijn man heeft hier flink staan filmen bij deze mannen. En ik heb ook aan de andere kant flink staan filmen terwijl zij zo gek en vooral leuk en gezellig aan het dansen zijn. Maar hier zie je dus... Ja, hoe niet alleen de parade de mensen dus flink kan vermaken, maar ook gewoon hoe vrolijk de mensen zijn in Disneyland Parijs en hoe leuk dat gaat. Nou, hier zie je dan dus de parade zelf, ook leuk in lentesfeer. Je ziet hier dan de paashaasjes en dan komt zo meteen het treintje langs. Nou, heel erg leuk, leuk om te zien. Heb je de parade al een keertje gezien, dan is het dus heel slim dat je op de volgende dag, als je er dan nog bent, dat je dan tijdens de paradetijd snel de attracties doet waar je normaal misschien een uur op zou moeten wachten. Ja, dan hoef je nu nog maar 20 minuten te wachten omdat de mensen de parade willen zien. Dus ja, ik probeer tenminste altijd de eerste dag de parades te zien die wij leuk vinden. En dan kan ik dus op de tweede dag en tijdens de derde dag misschien nog heel snel in de langere attracties gaan. Terwijl alle mensen hier dus bij de wagen staan te kijken. Dit was het dan alweer voor vandaag. In andere filmpjes laat ik je zien in welke attracties ik nog meer geweest ben. Laat ik je andere attracties zien. Laat ik je ook zien wat de magische uren zijn, wat dat betekent en inhoudt. Ook laat ik je zien hoe het park er op dit moment uitziet.
Omdat veel verbouwd wordt natuurlijk. En ja, ik heb me ook helemaal gek gekocht in de Disney stores. Dus ik ga je ook unpacking laten zien van wat ik allemaal gekocht heb. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren. Vind je het filmpje leuk? Geef het dan een like. En dan tot de volgende keer. Doepa doe!